De stichting Bont en Blauw heeft in verband met Valentijnsdag voor de derde keer een Valentine's Day voor senioren georganiseerd. Volgens Lydia Noord, voorzitter van de stichting, is het doel van deze dag om de ouderen in de bloemetjes te zetten en ze zoveel mogelijk liefde te laten voelen. De voorzitter geeft aan dat deze dag liefde voor elkaar tot uiting moet brengen. De senioren zullen verwend worden met verschillende activiteiten, zoals pedicuren en massages. De stichtingvoorzitter is er heel erg blij mee dat zij enkele seniorenburgers heeft mogen verrassen.